Vandaag zijn we bij HVA Bibliotheek, locatie Leeuwenburg. Hi Annemarie. Hallo. Lekker met je neus in de boeken al, zie ik. Zeker. De bibliotheek, wat kun je hier nou precies allemaal doen? Je kunt hier natuurlijk boeken lenen. Je kunt hier vragen stellen als je er niet uitkomt. Bijvoorbeeld als je een speciaal boek zoekt, kun je het bij Luc vragen aan de balie. Verder kun je hier natuurlijk gebruik maken van de studiefaciliteiten. En je kunt hier ook dingen doen als printen en dergelijke. En stel, ik wil een boek lenen. Hè? Wat heb ik dan precies nodig? Je hebt alleen een geactiveerde en geldige collegekaart nodig. En dan kan je gewoon aan jezelf je boeken uitlenen. En kun je nog wat doen voorafgaand aan je bezoek bij de bibliotheek? Ja, natuurlijk. Je kunt eerst naar onze website gaan. Dat is hva.nl/bibliotheek. Daar kun je alvast gaan kijken in onze catalogus welke boeken we hebben. Als ze aanwezig zijn, kun je ze gelijk reserveren. En je kunt zelfs, als je bijvoorbeeld hier studeert en je ziet een interessant boek staan op het Koonstamhuis, kun je het boek van het Koonstamhuis hier laten bezorgen, zodat je het hier kan ophalen. En wat nou als je nou lekker thuis wil gebruik maken van die HVA-bibliotheek? Wat doe je dan? Je kan weer via onze website heel veel informatie vinden. Je kunt in onze databanken kijken. We hebben ook databanken met e-books die je thuis kunt gaan lezen. Of we hebben een paar databanken met foto's of met filmpjes. En wat nou als je in stilte wil studeren? Hè? Waar moet je dan zijn? Dan kan je naar onze speciale stilteruimte op de eerste verdieping. Hier wordt echt heel erg hard gewerkt. Nou, oké, deze boekenwurm die heeft wel weer de drive gevonden om te lezen. Dus ik ga weer. Studeer ze!